Goedemiddag allemaal, welkom bij knottenwol.nl. Dit is Francis. Hallo. En ik ben Puk. En wij gaan samen voor jullie weer een kleine serie filmpjes maken. Dit keer met als onderwerp breien voor beginners. Ja. Wat gaan ze allemaal leren, Francis? Ik ga laten zien hoe je op moet zetten. Dan gaan we recht breien. Oh ja. We gaan ook averecht breien. En we hechten een nieuwe kleur aan. Mm-hmm. Want voor deze 7 kleuren deken hebben we die nodig. En we gaan afkanten. Ja. Dan kan je dus dit dekentje breien, sowieso. Hier heb je alleen recht breien en nieuwe kleur aanhechten voor nodig. Maar als je ook averecht kan breien, kan je ook dit vestje breien. Dus in deze 3 lessen laten we zien recht breien, averecht breien en een nieuwe kleur aanhechten. En hoe je moet afkanten. Ja. Daarnaast hoor je ook nog allerlei andere waardevolle tips. Dus veel plezier met kijken. Volg ons op knottenwol.nl. Hier op YouTube natuurlijk, op Instagram en op Facebook. En natuurlijk op onze site. Uiteraard. Oké. Veel plezier. Dag allemaal. Welkom bij Breien voor Beginners van knottenwol.nl. Dit is Francis, die kennen jullie natuurlijk allemaal. En ik ben Puk. En we gaan vandaag samen met jullie beginnen met het opzetten van een babydeken. Francis laat zien hoe je steken moet opzetten. En we gaan praten over het materiaal waar we mee gaan werken. En ze gaat recht breien. Je krijgt tussendoor ook nog close-ups te zien, dus dan zie je het allemaal heel goed en langzaam. Maar wat ga je eerst doen, Francis? We beginnen dus met opzetten. Mm-hmm. En nu hebben we die babydeken, we weten dan hoe breed die ongeveer moet worden. Dat staat in het patroon. We willen een staart hebben voor het opzetten van de steken. En die is ongeveer 3 keer zo lang als dat het dadelijk breed moet worden. Dus ik meet dat nu gewoon even op. Ja, want het dekentje, het staat ook allemaal in het patroon beschreven. Dus als je dit pakket bij ons bestelt, weet je precies wat je nodig hebt. En er staat ook hoeveel steken je moet opzetten. Dus ik heb nu best een lange staart om al die steken. Want ik weet niet hoeveel ik op moet zetten, maar... Officieel moet je daar volgens mij, even voor de zekerheid opzoeken, 90 steken opzetten. Maar we gaan er nu iets minder doen voor het filmpje. Ja, de staart voor, want die hebben we nodig voor het opzetten. 3 keer zo lang als het dekentje breed wordt, hè, of zo steken. En we beginnen dus gewoon door de draad over je breinaald te leggen. Dat is steek 1. Ja. Dan steek ik mijn wijsvinger en duim tussen die 2 draden. De staart hangt aan die kant. Ja, dankjewel. Dus ik steek tussen. En dan pak ik de steek op. Ja, hier gaan we even een close-up van maken. Je legt de draad over je breinaald heen. En dan steek je je wijsvinger en duim tussen die 2 draden in. Je klemt de uiteinden in je pink en je ringvinger is dat. En dan gaan we echt steken opzetten. Dus we steken hem onder bij je duim in. En slaan hem om eigenlijk. Ja, je moet gewoon even meekijken. Insteken. En die pakken. En dan trek je hem automatisch eigenlijk aan. Niet te strak trekken. Dus insteken. Omslaan. En dan ga je dus door die lus heen. Die je weer aan kan trekken. En dat herhaal je 90 keer, tot je 90 steken hebt. En aan het begin mag je die steken vrij los opzetten. Niet super los, dat het enorme lussen op je naald worden. Maar wel los genoeg dat je ze nog over je naald heen en weer kan bewegen. Makkelijk. Ja.
Francis gebruikt nu... ja, dat is ideaal. Zij gebruikt nu lange rondbrei... Geen lange rondbreinaalden, nee. Gewoon rechte breinaalden. Je kan dit ook op een rondbreinaald doen. Het voordeel van een rondbreinaald is dat je de lengte zelf kan aanpassen. Dus dan kan je die deken ook breder maken. Want met zo'n vaste breinaald ben je gebonden aan hoe lang die breinaald is. Daar kunnen op een gegeven moment geen steken meer bij natuurlijk, omdat die maar 40 centimeter is. Maar voor dit dekentje is dat geen probleem. Dus je zet 90 steken op naalden 5. Met de wol die we hiervoor hebben uitgekozen. En dat is de Bingo van Lanek Rossa. En de Bingo is een 100% wolgaren die wel in de wasmachine kan. Hij heeft een superwasbehandeling gehad. En dat staat ook allemaal op het etiket hoe je het kan behandelen. Ja, nou, ik heb nu bij wijze van 90 steken opgezet. En dan ga je recht breien. Dat hele dekentje zijn alleen maar rechte steken. Dus dat is ideaal voor beginners. Dus je steekt in, slaat om, haal door, laat hem afglijden. Steekt in, sla om, haal door en laat hem afglijden. En die vier stapjes, sorry. Ja, dus met zo'n lange naald is er... Ja, zie je heel vaak dat mensen hem onder de arm klemmen. Ja. Ik denk ook dat dat... Kijk, nu hoef ik hem dan niet beter houden. Dan kan ik omslaan, doorhalen. Ja. Dus je zit hier onder deze oksel, zeg maar. En dan heb je hem gefixeerd, zodat je die niet hoeft te bewegen. En ook hierbij geldt, je moet niet heel erg gaan trekken aan die draad. Want dan worden je steken gewoon te strak. En dan kunnen ze niet meer over die naald glijden. Dus dat is niet het doel. Om heel strak aan te gaan trekken. Gewoon omslaan. Doorhalen. En af laten glijden. Ook dit gaan we... Hè, de close. We steken in. Van links naar rechts. Je hebt de steek op je naald staan. Dan gaan we hem omslaan. Doorhalen. En af laten glijden. Dus dit is je lusje. Je steekt in, slaat om, haalt door en laat hem afglijden. Je steekt in, omslaan, doorhalen en af laten glijden. Dus, dit is recht bij je. Dus belangrijk is dat je steken altijd over die naald kunnen glijden. Dan ben je los genoeg bezig. Het rechtbreien is dus één soort steek die uit vier stapjes bestaat. Insteken, omslaan, doorhalen en af laten glijden. In het filmpje nummer 2, die over een tijdje ook hier zal verschijnen, laten we zien hoe je averecht moet breien. Maar vandaag hebben we het alleen over rechtbreien. Het is een soort ritme ook waar je in komt, hè? Ja. Dus dan hebben we één naald gebreid. Lekker snel. Ja. En puks, misschien willen... We hebben dit dekentje dus gebreid. Nou ja, Puk heeft dat gebreid voor... super van de... Zoals we al zeiden, de Bingo. Dat is 100% merino wol. Echt heel zacht voor de baby. Echt ideaal. Wat wilde jij daar nog iets meer over vertellen? Ja, want sommige mensen zeggen... Ja, maar wol, dat kriebelt. Er zijn wolsoorten inderdaad die kriebelen. Maar de merino wol waar dit van gemaakt is... van dit gesponnen is... is heel erg zacht. En dit kan je dus wel in de wasmachine breien. Stoppen. Dat het behandeld is tegen verfilter. Ja, dus deze wol kan je gewoon in de wasmachine gooien. Ja. En wat ons zelf heel erg prettig lijkt, is dat je je baby onder een natuurlijk iets wil leggen. Dus niet onder plastic, zoals acryl of nylon, maar dat je dat onder een wollen dekentje wil leggen. Het is lekker warm en heel erg zacht.
Deze deken bestaat... Ja, en wol is natuurlijk ook... het ademt heel erg. Dat vind ik nog het belangrijkste. Het is een heel erg ventilerend vezel. Ja. Dus het is heel erg aangenaam. Je wordt er niet zweterig of plakkig onder. Het is een ontzettend fijn iets om je mee te omhullen. En zeker voor een babytje natuurlijk. Ja. Deze deken bestaat uit 7 kleuren. En dit is de herfstversie, zeg maar. En we hebben ook nog een echte jongensversie en een meisjesversie. Die kan je allemaal op onze website vinden, knottenwol.nl. En daar vind je natuurlijk ook de gereedschappen die je allemaal nodig zou hebben. Wij hebben dit nu gebreid dus op een gewone breinaald nummer 5 voor de bingo. Ik denk dat we het hier voor... Ja, voor vandaag, voor les 1 was dit wel weer voldoende. Je hebt leren opzetten en recht leren breien. En in filmpje 2 komt het averecht breien aan de beurt en hoe je van kleur moet wisselen. En nummer 3, we hebben ook nog een filmpje nummer 3, dat gaat over het afkanten en hoe je nou, wat er nou allemaal op zo'n wikkel beschreven staat. Wat betekent dat allemaal? Nou, dus tot de volgende keer en bedankt voor het kijken. Doei doei! Dag!